Waar moet je zijn voor kennis en wetenschap in onze tijden? Juist, in het kalifaat Córdoba, in het islamitische deel van Spanje. Hallo! Au. Ik ben hier bij de wereldberoemde uitvinder en wetenschapper Abbas ibn Firnas. Dit is een historisch moment. Au. Ik heb zojuist als eerste man ooit wel 10 minuten door de lucht gezweefd. Au. In mijn zelfgemaakte zweefvliegtuig. Au. Dat maakt mij de grondlegger van de luchtvaart. Au. Maar u bent neergestort. Ah, ja, klopt. Maar ik ben wel de eerste man ooit die heeft gevlogen. Au, au, ik, dus niet Leonardo da Vinci. Wat is er nou misgegaan? Ik was de staart vergeten om mee te sturen, heel stom. Dus onthoud mensen, als u ooit een vliegtuig ontwerpt, vergeet dan nooit de staart. Au. Bent u trots? Trots, ik ben apentrots. Maar ik heb wel meer uitgevonden, hoor. Ik heb bijvoorbeeld de geslepen lens uitgevonden. Of gewoon de bril. Heel handig, hoor. Ook heb ik bedacht de waterklok. Au, ik ben sterrenkundige, arts, chemicus en muzikant. Aman, aman. Au, gefeliciteerd, Abbas ibn Firnas. En wat gaat u nu doen? Nou ja, ik heb zo'n beetje alle botten in mijn lichaam gebroken. Au, dus gaat u maar. Au, ik blijf hier wel liggen. Kunt u, au, alsjeblieft even gaan. Alsjeblieft. Au, laat mij maar even alleen. Au, 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 man, au, au. Au. Oh, dat is de Córdoba. Heerlijk. Strand, zee, zon, wijn, lekker. Kunnen wij een keer een weekje naar Córdoba? Terwijl je bent nog nooit je dorp uit geweest. Geen stap. Nee, dat is waar. Blijf er maar binnen. Er kan ons niks gebeuren. Oké. Okay.